je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Nu live vanuit Saramakastraat. Goedemiddag moet ik zeggen. Nog steeds DTV, waar televisie anders kijken is. Maar ja, we willen dus dat onze verontschuldigingen aanbieden. Zonder grap. We bieden onze verontschuldigingen aan voor wat wij daarnet hebben meegemaakt met Lal, Dogla. Het was niet de bedoeling. Waar zaken gezegd zijn die niet goed zijn, bieden wij echt maar ons welgemeende verontschuldigingen en wij zorgen ervoor dat het niet meer gebeurt. Die live gaat u niet meer zien. Het wordt ook niet gerepost, voor alle duidelijkheid. Maar goed, we praten dan verder met de heer Summerfield. Hij is van mening dat Suriname in een sleur zit en wij moeten eruit. Hij is bezig op social media en hij doet zijn ding, maar hij vindt dat hij het op een hoger niveau moet tillen. En daarover praten wij uitgebreid vandaag met hem, het zeer gerespecteerde Steven Summerfield. Hoe gaat het met u, meneer Steven? Ja, van hieruit, goedemiddag, kijkers, luisteraars, reporters, ja. Isabi. Miloba job zou wij doen. En van hieruit, goedemiddag, hoe gaat het met jullie? Goed, we doen ons best. Suriname zit in een sleur. Ja, het klopt. Dat waarom we in deze sleur zijn komen te zitten. Kijk, we gaan elkaar niet voor de gek houden. Toch? We moeten gewoon realistisch zijn, toch? En gewoon de keiharde feiten onder ogen proberen te zien. We zitten maar op onze sloffen, toch? Dat het de vorige regering schuld is. Maar mensen, laten we elkaar niet voor de gek houden. Een poor asleur, dat we niet een keiharde realiteit nu. Het is niet de vorige regering die ons in de sleur gezet heeft. Het is de huidige regering die ons in die put gezet heeft. Dus dat wou ik even kwijt. Ja. Nog een keer. Wie heeft ons in die sleur gezet? De huidige regering. Hoe? Door alleen maar leugens te verspreiden. Mensen, laat me jullie één ding zeggen. Toch? Voordat ik hier verder op inga, bied ik aan de totale samenleving mijn welgemeende excuses aan. Waarom? Niet zomaar zeg ik op FB, na 2 jaar lang misdona se kanti en luku se go, nanga se kong. Ik vind het nu genoeg en ik heb gezegd, ik kom mijn zegje doen. Degene die me volgen op FB, laat me bij vermelden, ik ben gelineerd aan geen enkele politieke partij, laat dat duidelijk zijn. Dus ik praat hier niet namens een politieke partij. Ik praat nu hier, ik heb het initiatief genomen voor die 75% mensen die in armoede worden gedompeld. Want die 25% die zich zogenaamd hoge pieten noemen, de man dat die weinig. En die 75% we zijn bezig moderne slavernij te worden. Dat is het. Want wat wij vaak horen is dat de vorige regering ons in een soort van probleem heeft gebracht. Deze regering probeert natuurlijk Suriname eruit te halen. Taibere, we hebben een IMF-programma. Dus Asani Gopchi moeilijk, maar waarschijnlijk voor Taibere. Asani kan los op. Hoe kijkt u tegenaan? Luister nou. Men ziet dat ding gewoon makkelijk. Taibere, toch? Mijn schepper daarboven. Hij is de ware God. Amano potuna grondtapu voor suffer. Voor mijn kontegi unotak taibere. Of met tante taibere. Zo op zangang. Mijn ontplof voor inzien en dat mijn wani. Ik moet gezond leven, ik moet gezond eten. Dat mijn man taibere. Dat uno et aan feest te gaan. Want ik heb het al gezegd. Het is 75% van de samenleving
die er nu eronder leidt. Terwijl die 25% toch? De maat die op de corneuter, de maat in Nyanya uit de patou, is dat toch? Ay, dat is langer aan Anugo, dat is langer aan Anugo, is dat toch? Dus de maat in Nyang, toch? Om een simpel voorbeeld aan te halen, mensen. Waar zijn die zogenaamde vakbondsleiders? Toch? Waar zijn die zogenaamde ghetto-leiders? De man is de man Monikba, de man is Span, de man Eluku de Igisaka. Ik, hoe ik hier zit, ik ben vanuit huis gegaan met een positieve instelling en ik heb een positieve mindset. Asandis naaf gotap wan fascista nofiti, omdat Gadon opreken zo. Is dat beter? Maar we moeten opkomen voor onze rechter. Omdat als we zo blijven, toch? Ik ga het eerlijk zeggen, ik ben 50 jaar mee, Abi. Maar ik heb kinderen. Hoe staat het met mijn kinderen? Hoe staat het met hun kinderen? Hoe staat het met hun kindskindskinderen? En zo ook gaan abakken. Toch? De man zien naar zo, de man potoen. Is dat beter? Dat is mijn mekmonita poebakken. Samenleving, daar praat ik over de 75%, toch? Die een hart op de juiste plek heeft om op een zo'n fuck up egwe. Kijk, Luco, we lopen de kritisch toch? Als we zo kijken naar de situatie, wij, de bevolking van Suriname, naar uw stem, naar uw regering, naar uw regering. Toen een regering komt, de vaak de maatakki, een volk verdient, zijn actie. Deze regering is, tenminste als we kijken naar de samenstelling, die maken eens boomvoerzetels. En daarom regeren ze. Moeten ze niet de ruimte krijgen omdat Asrana volksrift die een ruimte, een mandaat? Een hele mooie vraag, toch? Ze hebben de ruimte ruim genoeg gekregen. En dan, laat me dit verduidelijken, toch? Niet het volk heeft ze die ruimte gegeven. Zij hebben om de ruimte gevraagd. Hoe? De maandag, ze hebben 200 dagen nodig voor zitting. Begrijp je wat ik bedoel? Dat wil zeggen, je bent ervan bewust wat je daar gaat aantreffen. Toch? Dan niet dat je daar zit. Dan moet niemand met fabeltjes bij me komen. Dat want ik hier nog chami komt op een dwalspoor. Mijn lees de man steken en poer ook bij. Toch? Om gewoon simpel iets aan te halen. Bij een presentatie, ik weet niet meer welke datum het was, toch? Santoki hoort zo'n dik boekoe, toch? Ik wou zijn naam niet uitspreken, hoor. Maar je ziet ook nou een torentje, hoor. President Santoki. Wie? President Santoki. Om eerlijk te zijn, toch? Niemand mag mij dit kwalijk nemen. Maar het moment ik het woord president, puntjes gebruik, toch? Als schepper voor mij drapen aan mijn last baby in me. Dat want ik me doe onder, die wat mangi samino maakt doe onder. Het werkt niet. Maar de realiteit zegt dat hij de president is. Hij is president, om het zo uit te drukken, voor zichzelf, niet voor mij. Want als hij een president was, met een hart op de juiste plek, mijn man koude eerlijk boy. In een boven niet toch 75% voor aan mijn zijt. Omdat het jouw tent goed komt. Laten we even eerlijk zijn. Luister nou. Onu libis ma wees doen. Het is de natuur die zijn werk doet. Ja toch? Oké, de natuur doet zijn werk. Wat doet de regering daar tegenover? Toch? Je kan niet vechten tegen de natuur toch? Je kan niet vechten tegen de natuur. Maar je kan het wel lichter maken. En hoe doe je dat? Je hebt een gast die daar schoon zit. Ai. Moet straf afvolk, want afvolk niet vieren. Voor die mij grokken en voor die mij sabi. Nou, wat man om kan straf van libis meer. En na gado. Deze gasten zijn geen goeden. Toch? Oké. Met dat kan ik bij ons doen dat. En straf afvolk, het volk voelt niet. Petty niet haal op. Kanalen niet haal op. Gotro niet haal op. Next niet city. Toch? Mij reep sana. Anton Drachten wegdrapen. Toch? Dries Royce idee. Als je een water moest gualiba, je ziet dat Adri toko toko na net een sliertje water en wat ik wil drapen. Dat een taki, na bewust, akondre moesungo, en koe de krimi man. Koe de krimi. De mens is nog lop kritiek, zolang we mee konden de keiharde waarheid, de mens nog loba model, maar mij het takenkba, trouwens stap abuku, toch? Misap misrefi en daarom is het aan het over de hele wereld.
vrees ik geen ene mens. Laat me duidelijk voor jullie vertellen. Wijlen mijn vader en mijn moeder, zij waren mijn wereld. May they soul rest in peace. Nu is de wereld van mij. Ik zie wat er gebeurt. Ik heb jullie, vooral de samenleving, daarmee al veel gezegd. Laten we opstaan en opkomen voor onze rechten. Ik sta niet achter jullie. Ik sta voor jullie. Dan mogen jullie weten wie ik ben en wat ik daarmee wil doen. Maar de samenleving, de Surinaamse samenleving, in een sleur zit, hoe haal je ze eruit? Om ze alvast eruit te halen, toch? Is gewoon, toch? Met de keiharde waarheid te komen. Kijk, ik heb het, als ik het goed heb, eerder gezegd. We leven in een duivelse wereld, toch? Waarbij men eerder de leugen gelooft dan de waarheid. Is dat niet, toch? Maar die wap tien zijn niet even, een week of even voor Asani. Maar het is iets dat me is opgevallen op FB, toch? Laatst een brother of me. Allemaal laatste vrouw, hé, mijn brother, wel eens, nog gecondoleerd. Is dat niet, we kennen elkaar niet persoonlijk, maar met mijn lobby, mijn praat in de grondtapoe. Is dat niet, toch? Ik moet positief blijven. Hé, ik raak die drapen eten, mijn brother, toch? Dan, wat post ik kom, man, toch? Waarbij je gewoon ziet van, hé, no boy, deze post kan niet door de beugel tap aan moment die zie. Is dat samen met dat broertje? Dus dan, wat is er? Men neemt eerder het negatieve over dan zich te focussen op het positieve. En dat doet ons de das om. Ik ga je eerlijk zeggen, vriend. Of broertje. Isabi, want ik heb geen vrienden. Maar Tina Dede. Isabi toch? Temitak yuna mi brada da imsabik ba ofara mi de. Lek fam is donja toch? Bij wijze van spreken, lek fam is donja zo no no de. Mi apuan dringi mi musman pote freja. Opo opo da mi longwa ni keri kombaka mi musman te kendring frey. Isabi toch? En mi na demand dat I'm a one man show. One of a kind. Is dat niet, toch? Omdat mijn man doet ook geen enkele libisma lek misreficie wakaja na grondtapu. Is dat niet, toch? Omdat apaiman dat hij temi opaien mo paie hebi. Is dat niet, toch? En mijn doet desanati. De soort kuno dat hij mijn man nam tapu ma bipching. Next no moest hij gewoon depching. Depching mij de eden om had den, de skin om had den. Lek van mis doen jam itaken gewoon mij ab. So so meisjes. Is dat niet, toch? One of den skin had den, toch? Mijn doet ook geen. Ik weet precies wat ik moet doen. Ik weet precies wanneer ik tot mijn vader moet praten. Omdat hij de enige God is. Er zijn geen 7 en 8 goden. Er is maar 1 God. En in hem geloof ik. En hij is een rechtvaardige God. Hij is niet een God van vernieling. Hij is niet een God die vecht achter het aardse. Hij heeft het aardse gemaakt. Ik heb mensheid, de bevolking, daarmee al veel gezegd. Ga jullie dan gewoon rustig zitten uitpluizen wie hier gesproken heeft. Ik ben niet hier gekomen om mezelf te promoten. Ik zit niet hier om jullie ogen te openen wat er met jullie gebeurt. Ja. Oké, okay, maar uiteindelijk moet er iets gebeuren. Hè? Want zo ook het 3 jaar. Wat moet er gebeuren? Want ik tak over taki, Johan ko op. Wat moet er gebeuren? Oké, om te beginnen, toch? Het is niet de regering die het land heeft, toch? Het land is van het volk, ja. Toch? Oké. Okay. Bij zijn propaganda, verkiezingscampagne, mensen niet zijn niet, hij is de man met je, geen toebaarke idee, was het ding. Ja, toch? Het is niet het volk die deze gasten 200 dagen gegeven heeft. Zij hebben daarom gevraagd, toch? Oké. Okay. Next necessity. En tegendeel naar friends and family business naar een man de Crosby. Daar heb ik nu een boodschap naar de huidige regering. En de samenleving moet het meenemen. We gaan de rollen niet omkeren. Jullie hebben die regering daar gezet. Toch? Jullie bepalen wat ze doen en wat ze niet doen. En van hieruit heb ik dan een mededeling naar de huidige regering toe. En het luidt als volgt. Jullie hebben aan de samenleving gezegd dat we op toebarke die voorzitting, toch? Next uno do. We zijn nu bij kans 2 jaartjes verder. Als we de dagen daar optellen, komen we te zitten op papapap. 2 jaartjes is 2 x 365, is papapapap, is 730 dagen, toch? Dat wil zeggen, ook is 3 x 200 dagen. Next no city. Van die 730 dagen, ik vertrek de 3 x 200 dagen af, toch? Dan rest er ons nog 130 dagen. Wij als samenleving, dat is dit gericht naar de huidige regering,
we gaan nog 70 dagen voor je bijplakken. Met andere woorden, je hebt nog 70 dagen. Samenleving, luister jullie goed. Er komt een 7 voor. 70 dagen, de 7 zijn de 7 dagen die de Heere God daar gemaakt heeft. Anolibis mamik den die nagado. Toch? Huidige regering, jullie hebben nog 70 dagen om het volk te geven wat jullie zo beloofd hebben. En jullie hebben ze niet beloofd, dat was zo'n ding. On beloofd als samenleving, dat was roeide uit. Dus aan je oorlogen. In 70 dagen kunnen ze dus dan de vele problemen die er nu zijn niet oplossen? Niet, wij hebben die problemen gemaakt. Zij hebben het gecreëerd. En zij hebben gezegd, voordat ze aantraden, dat ze 200 dagen nodig hebben. Dus niet dat je daar zit. Toch? Look, ik geef een simpel voorbeeld, broertje. Want je hebt een tak hij met Bouterse aan het stuur heeft Suriname een economische aanrijding gemaakt. Dat want ik is aan het wagen, toch? Oké, dat wordt niet zo. Ik dacht, je zit in, toch? Toen werkte die. Dan legde je gewoon een spuiter, toch? Een spuiter tegen, hij zei dat ik zei, mijn bij dit en bij dat, zo, toch? Is dat weer dat? Wat is het ding? Toemoen. Toemoen tegen je, dat je wagen nog bij. Je nou mag, je nou apprecht voor je keer. Dat sta je ook tegen me met deze reden aan de boot aan het stuur. Ik kon er met qua economische aanrijding. Bij uno taki was het ding in Tubarki Day. Dus na een voorbeeld dat me halen heeft, ik heb een spuiter aan mijn tegen me toe. Ik wil die bakken toe heeft me gomme wagen ook bij. Heb ik recht op praten. Dan mag jij mij niet weerhouden of tegenhouden om op straat te komen dat ik mijn zegje niet mag komen doen. Jullie hebben het volk beloofd dat jullie het in 200 dagen gaan herstellen. Dat dienen jullie dat te doen. Ja. En ten 70 diepsa, saupsa. Ten 70 diepsa, toch? Dan mi ook dan geef jullie misschien weer even bellen. Dat ik zeg, ik heb een diepje story. Is dat toch? Want wat ik doe, dat ga ik gewoon de verrichtingen blijven volgen. Is dat toch? Meneer reageert op alle doltapsani. Ik kijk. Ik verwerk met Jamoa Uku. Is dat beter? Omdat het moment moet komen wanneer ik met gal moet uitspreken. Daarom van hieruit heb ik net de samenleving mijn welgemeende excuses aangeboden. Toch? Omdat ik deze stap iets lang had moeten maken. Toch? Niet zomaar heb ik gezegd na twee jaar lang misdaad ik aan die Luku Sego Nanga Sego. Maar ik vind nu dat het te veel is. Het Surinaams volk verdient het niet. We kunnen niet als moderne slaven blijven werken, toch? Daar zitten die hoge pieten, die zogenaamde tussen haakjes hoge pieten, daar gewoon rond te dollen met ons geld. Dat werkt niet. Ja. Maar was mijn schriftje ja, 70 die lang toen? Nou, dus mijn man volgt een model, toch? Maar we gaan ook, daarom zeg ik je toch, mijn mensen, mijn welgemeende excuses bied ik nogmaals aan, toch? Lek van Utak 70 de lange, toch? Misap sa uetaki, maar na mi vertraag in het systeem. Dus dat apistorie dat hij, mi oteka schuld naar mi tapo. Daarom heb ik vooraf gezegd, ik bied de samenleving mijn welgemeende excuses aan. Dat het een tijdje geduurd heeft voordat ik deze stap gemaakt heb. Maar ik was wel actief op FB. En laat me jullie gelijk aangeven, mensen. Onze hersenen is onze computer. Toch? Het moment dat je met iets negatiefs bezig bent, dat je een virus plakt in je hersen. Toch? Dan lijkt van FBD. FB verspreidt meer negatief dan het positieve. Ik zit op FB, mensen. Mijn naam is Stefan Kaartje. Voor degenen die zin hebben om me te volgen. Maar op mijn live drapen, jullie mogen volgen. De manier hoe ik praat. Soms praat ik ook een beetje agressief. Maar hoe zou passende naar Biggismee. Soms naar de Biggismee te kennen. Hoe zou passende bij alles. Maar ik ben Biggismee. Ik heb wel nooit krachttermen gebruikt. Toch? Ik heb nooit iemand beledigd. Toch? Ik heb nooit iets in een soort van hoedanigheid gedaan om de mensheid te krenken, toch? Ik zit hier voor liefde. Ik ben hier om liefde over te brengen, toch? En ik ben hier om liefde te verspreiden. Niets anders. Geen haat, geen misgunnerij en een fit bakagrond op zijn. Mensen, er zit veel meer achter het leven
dat wij met het bloed ook kunnen constateren. Alles komt op zijn tijd. No jompo hoort taki. Omdat een moment is jompo horen. Jonas apeye balan. Ja. En gesproken over actie, want eigenlijk me voel aan dat je bakka 70 day. Je aan hoor actie kar a samenleving kot op straat. Hoe abasan, hoe bekisasan dat ik bij meneer Sibrano pike. Ama doe om me lees uiteindelijk aboe tak. Hey, me stop, me ne doe moro. Om me activisten stop. Maar no asman ik kwa straat agerlijk afvolk slow. Zijde je denk je tak. You om me kawaka wel. Kijk, waarom? Om het zo te zeggen. Toch? Als de samenleving toch? Zijn vertrouwen in jou verloren heeft, toch? Dan is dat bigismataki. Bigismataki, een ezel stoot zich niet twee keer aan een en al dezelfde steen. Ja. Met deze woorden toch? Bevlek ik niemand. Is dat toch? Maar we moeten gewoon kritisch zijn en realistisch. Toch? Waar er gewerkt wordt, worden er fouten gemaakt. Toch? Maar welke fouten maak je? Zijn die fouten te herstellen? Toch? Want, dat lijkt van mij dat ik ben. Als silly is, nee, serie. Toch? Dat is wat ik broertje. Niet eens zo'n punt vlakke als silly is, nog een atorisch aan mij eigen jutje. Toch? En daarom heb ik gezegd, wereldwijd, overal ter wereld. Ik vries geen ene mens. Ik begrijp samen dat ik een historie heb. Ik vries niemand omdat ik weet dat ik een rein geweten heb. Toch? Ik heb een schoon hart. Toch? Feitelijk mag ik dit niet zeggen. Maar doordien ik geen ene mens op aarde vries, ga ik het gewoon uit de doeken doen. Ik heb een sterke ziel. Dat wil zeggen, meneer Terno, Libi Samana Grontapu, omdat mi e Juno al lobby. Mi Juno al lobby kaba. Toch? Na die 70 dagen verroert de huidige regering zich niet. Dan zorg ik ervoor dat het volk op straat komt. Want dat is het genoeg. Want dat wil zeggen, unespanning aan niks. Tramande dape aan mijn focus tap grong. Tramande dape aan mijn focus tak am straat volk. Want trouwens, het is dat regeren met alleen hun die staan en Javanen. Isabi, mijn attack niks. Ik heb je wel antwoord gegeven. Van waar kom je? Welke school heb je doorlopen? Toch? Trouwens, vindt dat er is geen financiële middelen om voor zit te zijn. Maar er zijn wel financiële middelen. Dat is een bepaalde gast. Het is een like taxi code eerlijk. We stoppen modellen aan euro. Ja. Tot slot, zei Wangi toch nog even mee? Nou, wat ik, om het zo te zeggen, richting de samenleving mee wil geven, toch? Keep a cool head, toch? Be bright, toch? Ik heb het meerdere malen gezegd in lives van me op FB. Mensen, nemen jullie op zijn minst een minuut de tijd. Dat u knap vis van spiegel terwijl we poetsen. Dat u look u schrijft strak. Dat u tak naar u schrijft. Dat gaan jullie zelf zien wie jullie zijn. Wat wij nu bezig zijn te doen. We laten deze gasten onze intelligentie vertrappelen. En hoe doen we dat? Hoe helpen we ze een handje? We blijven ons maar focussen op het negatieve op FB. FB moet je zien als een virus die je brein is bezig je brein te vernietigen. Het me want tegen een samenleving. Ja, duidelijke taal, dankjewel. Ah, is zo lobby, mijn broer. Yes. Ja? Meneer Steven Summerfield, met wie wij gesproken hebben, wijze woorden en neem ze mee. We blijven de ontwikkelingen kijken, we blijven de ontwikkelingen volgen voor wat die 70 dagen betreft. Na die 70 dagen willen we hem wel spreken om te kijken waar hij staat. Maar goed, we gaan eruit voor wat deze live betreft. We zijn er weer later met meer nieuws op deze zender. Later, Gino Ravenberg. Met Odi Odi blijft u dus dan gewoon hangen bij DTV. Ik ben Gerald Harderwijk, Damien Boerne en Roberto Omskerk van de crew. Tot later. Biggie Biggie afziet op steenslagproducten en zandsoorten in Komuwijnen. Soelen Marienburg Karkong. Nu jongen bouw je ook een boer redelijk prijs.
Ja, ja, exclusief Las Piedras na Basi Tap Amata in Komowijnen. Plus levering de auto mogelijk en wederverkopers, ik kies een speciale prijs. Vanaf maandag 13 juni tot 30 juni, steenslagsoorten 855 SAD, bandzand 135 SAD, scherpzand 200 SAD, kraskou 175 SAD en opvulzand 135 SAD. Exclusief Las Piedras, de na Oost-West-verbinding, meer zorg, 486. Openingstijden, maandag tot en met zaterdag 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. En de zondags 8 uur 's morgens tot 3 uur 's middags. Exclusief Las Piedras naar Bassi. Bel ons met 887-5045 of 741-1313.